Yo yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, al oftewel Wark. En in deze video ga ik een klein beetje iets anders doen, want jullie zien hier dat ik... Oh, dat was niet de bedoeling. Dat ik hier op een uh, flat wereld ben. En uh, als ik dus uh, mijn dingen omdraai, dan zie je mijn basis die ik ga bouwen. Uh, in de jungle natuurlijk. En 3, 2, 1, bam! Uh, dit is de basis. Um... Nu, ik ga alvast zeggen dat hier veel veranderingen zijn met wat er in het echt gaat gebeuren of wat ik het plan heb. Want dit, dit is opgenomen twee, drie weken nadat de eerstvolgende video is opgenomen. Dus uh, er zijn hier in deze wereld al aanpassingen geweest die ik eigenlijk nog niet wist dat ik ging doen op dat moment. Maar die zijn hier dan wel al gebeurd. Uh, en er zijn ook dingen die ik hier niet heb aangepast, maar die wel gebeurd zijn, zeg maar. Dus dat is ja een beetje raar. Maar um, uh, ik ga jullie zo goed, zo goed mogelijk proberen uit te leggen uh, wat dit allemaal is. En ik ga beginnen met het midden, het midden van de belangstelling um, deze toren. En uh, ik begin natuurlijk van beneden naar boven. Hier heb ik een lodestone staan. Uh, Oké, okay, ik ga mijn inventory nog niet laten zien. Dat is, uh, ja, daar ga ik zelfs nog meer uitleg geven. Hier heb ik gewoon uh, lekker een, uh, een jukebox staan. Altijd handig. Uh, dit is een interieur dat niet is gekomen op de echte wereld. Dus ja, dit was uh, veel mooier gepland dan uh, het echt gebeurt. Misschien gebeurt het ooit nog, want op dit moment is er nog uh, veel. Ja, het is sowieso nog niet klaar. Hè. Uh, maar ja, dit is eigenlijk het belangrijkste van dit is eigenlijk het uiterlijk natuurlijk. Dus uh, ja, ik vind het een, uh, een, een design dat niet vaak gekozen wordt. Ik denk niet dat veel mensen hiermee bouwen, maar ik vind het op zich niet lelijk. Uh, maar dan gaan we verder naar de volgende. Uh, hier heb ik de farm, gewoon een simpel farm, een farmpie eigenlijk. Uh, dan kijk ik hier uh, gewoon al mijn uh, diertjes die ik hier heb opgesloten. Ik heb ze in de echte wereld wel anders opgesloten. Heb ik hier uh, mijn kippetjes, hier mijn varkentjes, hier mijn schaapjes en hier mijn poetjes. Dus die twee zijn omgewisseld. Um, hier heb ik mijn bomenfarm. Um, die gaat echt pas veel verder in de serie komen, want die is er op dit moment nog altijd niet. Dus uh, ja, een bomenfarm, een uh, bijenfarm hier uh, gaat ook veel verder in de serie komen, want is ook nog niet gebeurd. Maar uh, ja, heel simpel. Uh, hier heb ik mijn villagerplaats, plaats, waar villagers altijd maar willen weggaan. Ze willen hier gewoon niet blijven blijkbaar. En uh, maar ja, hier uh, ja, daar zijn dan villagers. Uh, ik vind het een uh, heel uh, ja, speciaal design. Uh, een dakkie is wel een beetje raar. Ik heb hier ook zo'n mooie, mooie dingen. Uh, die is er op dit moment ook nog niet in de serie. Dus ik weet niet. Misschien moet ik daar al. Uh... Een keertje aan gaan werken, want ik vind het wel heel mooi en het is handig voor uh, licht, maar dit is allemaal. Dat is uh, één ding dat ik erbij wil zeggen: dit is allemaal veel kleiner omdat ik heel weinig plaats had, dus dit is veel dichter bij elkaar. Dit is dichter bij elkaar volgens mij, en dit is allemaal gewoon een klein beetje compacter gemaakt um, voor het daar te passen, zeg maar. Maar uh, ja, uh, dit is ook een klein beetje anders, hij is helemaal ingedeukt. Uh, hier heb ik de mine en daar beneden ga ik nog van alles doen. Is al van alles gebeurd op dit moment, maar dat is uh, bij jullie pas uh, binnen een aantal afleveringen. Of misschien bij jullie de. Uh... Twee volgende afleveringen ga ik daar nog wel aan werken, denk ik. Maar uh, ja, dat is uh, op dit moment. Uh, ja, dat, dat zal je wel zien daar. Want hier uh, kan je natuurlijk niet veel zien. Dan is dit stuk eigenlijk helemaal al gedaan. En uh, daar let je maar niet op, dat is voor later. Uh, dat zal je ooit wel snappen. Um, hier heb ik uh, een beetje een trofee-ding. En uh, ik spreek veel over het kampvuurplaatje, omdat normaal hier een kampvuur in het midden stond. Maar dat we hebben, hebben we een klein beetje veranderd naar dit. En dit is dus uh, allemaal palen met hoofden erop. En deze hoofd, deze hoofd en deze hoofd is heel moeilijk om te krijgen, omdat je daarvoor een charge creeper moet hebben. Het moet dus onweren. En die creeper moet geraakt worden door een bliksem. En als hij dan andere mobs. Een van deze drie andere mobs. Meeneemt in zijn dood wanneer dat hij zichzelf opblaast. Kamikaze belike. <laughs> um, dan krijg je die uh, mobs zijn hoofd. Dus daardoor krijg je die, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, die krijg je gewoon door wither skeletons te killen. Maar is er ook een vrij lage drop chance. Want op dit moment hebben we dat nog niet. Maar uh, deze dat is natuurlijk bij. Um, wanneer je de dragon killt. Um, de Ender Dragon. Uh, en je gaat naar zo'n kasteel waar dat je ook de Elytra vindt. Dan uh, is deze daar ook te vinden. En het. Uh, nether. Uh, ender Ei is natuurlijk hier in, in het midden. Tussen vijf. Uh, um, uh, ja. Eh, uh, eh. Uh, hoe heette die dingen? Komt wat op niet meer. Beacons. Vijf beacons. Dat wist ik, sowieso. Het uh, dus vijf beacons. En die beacons die maken dan zo'n hele mooie straal. Waardoor je van overal ziet waar uh, uw huis is, maar vooral ook geeft die uh, powers mee, oh ik kan ze niet zien, maar uh, jump boost, haste, uh, speed boost, strength, dat soort dingen, uh, die komen daar uit, dus uh, dat is heel handig. Er zit wel heel veel in de grond daar, hè. want uh, ik heb in dit geval netherite gekozen, maar ik ga dat waarschijnlijk in het echte met... Um, oh uh, in het echt, ga ik dat waarschijnlijk met um, ijzer doen. Ik heb het op dit moment nog altijd niet gedaan. Dus, um, maar uh, dat is zo'n vier stacks aan ja, blokken. Uh, hier heb ik de chestkamer met daaronder. Wauw. Deze man moet echt sterven. Um, maar ik heb dus hier de mooie chestkamer. Uh, dit stukje, dit is de ingang, gaat er helemaal af, want daar heb ik niet genoeg plaats voor. Uh, dus dit stuk gaat er helemaal af. En uh, uh, ik ga ook die omheining, waar ik zelfs nog over ga spreken, uh, ga ik pas doen als ik Elytras heb, zodat ik naar binnen kan vliegen, zodat ik geen ingang nodig heb. Dan gaat dit dicht gaan. Hier ook nog chests komen. Hier ga ik wel waarschijnlijk zo'n chest zetten, want die zijn iets meer. Uh, alleen daar kun je iets meer plaats uithalen, zeg maar, dan dit. Dit is een heel mooi design, natuurlijk. Maar uh, ik denk dat ik beter dit ook gewoon allemaal schuin zet. Maar ik weet niet, dit is nog niet gezet in de echte wereld. Dus uh, hier is een mooi huisje. Maar hieronder een mooi aquarium. Dat, dat is een van de laatste projecten, waarschijnlijk, uh, in de serie. Maar um, ik heb het hier al vastgezet, natuurlijk. En uh, dat is. Basically de hele uh, dingen. Hoe hoog kan ik trouwens springen? Anderhalf. Oké, oké, oké. Zo chill. Um, maar dat uh, is basically alles. Behalve de omheining heb ik nog natuurlijk. En uh, de omheining is een beetje zoals mijn oude basis. Uh, maar dan heb ik hier uh, ook bladeren. Uh, daarnaast zijn deze dingen. Dus als je hier inkomt, dan, uh, ja, dan ben je vrijwel dood, want je kunt nergens naartoe. Behalve als je dit kunt breken. Um, of dit natuurlijk. Uh, dan heb ik hier uh, een fancy staan met daarop lightposts. Zodat het eigenlijk helemaal mooi belicht is dat er uh, niks in de buurt kan spawnen. Alleen echt gewoon verder. Um, en dan heb ik hier ook nog een randje voor uh, mobs die uh, een beetje moeilijk doen. En... Um, uh, dit gaat zo helemaal rond. Dus uh, dit is heel goede bescherming. Maar zoals ik al eerder zei, kan ik dan zelf ook niet binnen. Dus ja, yeah, daar moet ik helemaal op het laatste doen ook ergens. Dus uh, dit gaat mijn basis worden. En ja. Uh, yeah, ja, um, yeah. ik denk dat dat het ongeveer is. Dit is zo'n korte video. Oh, hoe kan ik het langer maken? Maar het ding ook hiermee is op PC kent je normaal zo dit regeneration zo ook aanzetten. Maar volgens mij heb ik op dit moment geen regeneration. Ah ja, ik was het bijna vergeten. Ik heb mijn inventory nog. Uh, maar volgens mij heeft dit geen regeneration. Maar ik moet daar eens naar kijken. Uh, maar dan gaan we nu naar de inventory. Dat is ook heel, uh, heel interessant. Uh, ik heb dus dit als inventory en dit gaat ook mijn inventory in het echt zijn. En ik heb hier alles. Overal uh, dingen ingezet. Enchantments opgezet. Die ik in het echt ook wil. Op dit moment met deze armor ben ik ongeveer onverwoestbaar. En um, ik heb dus mijn boog met Unbreaking 3, Flame 1, Power 5, Infinity 1 en Punch 2. Dus uh, is uh, heel makkelijk om door te maken. Uh, dan mijn God Sword met. 14 attack damage, unbreaking 3, sharpness 5, looting 3, uh, fire aspect 2, mending 1, knockback 2, uh, god x, sharpness 5, silk touch 1, unbreaking 2, efficiency 5, mending 1, plus 13 attack damage. Misschien is ook heel goed. Uh, ja, dit kunnen jullie allemaal zelf wel lezen. Natuurlijk ik uh, een beetje misschien. Uh, ja, god shovel heb ik ook nog. En uh, hier heb ik The Way Home, dat is uh, een lodestone-kompas en dat is als je een lodestone hebt gemaakt en je hebt een kompas en je drukt met die kompas op de lodestone, dan krijg je een lodestone-kompas en die wijst altijd naar die lodestone. Die wijst niet zoals andere kompassen naar, um, naar de spam, maar die, leid, uh, led, dus die wijst dus naar de lodestone, dat is heel handig voor als je als dus kwijt bent. Hier heb ik nog wat firework rockets voor uh, de elytra die ik zelfs ga laten zien. Voor de rest heb ik uh, eten, blokjes, water, flint en steel, een beetje de basic dingen. Ik heb ook hier een trident uh, met channeling, uh, mending en een breaking channeling voor uh, die creeper dingen te krijgen. Um, uh, en dan heb ik hier mijn uh, arrows of instant uh, damage alleen arrows of harming maar die geven instant damage en um, um, ik heb die pijlen gekozen niet omdat het de makkelijkste te krijgen zijn maar ook omdat ik heb er maar één nodig omdat er infinity op staat dus nu doe ik veel meer damage omdat het instant damage ook is uh, Allee, instant ja instant damage instant damage dus uh, een schaapje heb ik one shot dood ja Um, ik heb ook mijn Elytra met gewoon een breaking 3 en mending 1. Uh, mending voor de mensen die dat niet wisten, zorgt ervoor dat als je xp krijgt, um, gaat die zeg maar terug naar niet kapot zijn zeg maar. Um, ik heb hier mijn boots, waar het meeste op staat van alles, denk ik. Uh, Netherite boots natuurlijk. Ik heb er geen God boots bij gezet omdat ik lui was. Uh, protection 4, feather Falling 4, Depth Rider 3, Tornus 3, Unbreaking 3 en Mending 1. Uh, dan heb ik mijn Netherite leggings. Uh, ja, dit staat er allemaal op. Mijn God chestplate, die heb ik wel genoemd. Ik weet niet waarom, maar uh, ja. Kijk, en dan uh, hier uh, heb ik nog mijn helmet, Die heeft er ook veel hoor. Ook veel enchantments. Um, maar zo heb ik dus een hele fully enchanted keer. En uh, ik, ik, ik zal eens uh, laten zien hoe goed het werkt. Ik ga gewoon dit allemaal eventjes uitzetten. Dit, dit. Oké, okay, zo. So, de eerste drie. En dan kan ik ook mijn trident erbij pakken. En dan ga ik ook uh, een paar spawn Dan ga ik gewoon heel veel zombies pakken. Uh, waar zijn zombies? Uh, uh, ik weet waar zombies zijn hoor. Ik weet niet eens hoe dat die eruit zien. Dat is dan weer heel pijnlijk. Uh, die zijn niet. Huh? Huh? Zombie Villager. Kan ik ook doen op zich. Uh, kot Oeh, uh, uh, wacht, ik weet iets. Ik ga gewoon Vexen spannen, want dat zijn volgens mij een van de wezens dat het meeste damage doen en het moeilijk zijn uh, om uh, tegen te gaan. Dus nu ga ik gewoon eventjes op settings. Uh, default survival. Beter ik sterf niet, En dan heb ik direct al die wezens. En zoals je ziet. Krijg geen damage als ze mij aanvallen. Normaal is dat eigenlijk 4 damage. 4 aardjes damage. Ik krijg soms eens dus een haartje eraf. Uh, maar puur door mijn torens gaan zij zelfs dood. Dus um, ja, mijn armor werkt alleszins. En dan. Ja. Het zijn allemaal one-shot. Um, dus de armor werkt alleszins al. Maar. Um, we moeten ook de zwaarden natuurlijk eventjes uh, gaan testen. En, wat joh, ik heb fucking veel ijzeren zwaarden gekregen. Moet ik eigenlijk niet hebben. Um, Oké, okay, dan gaan we uh, een ding met veel HP. Gewoon een zombie, Iemand ik weet die staan. Die Staat hier ergens, normaal gezien? Nee, die staat hier niet. Husk, Drowned, Squid. Wat de fuck staat die? Volgens mij ben ik er echt al drie keer langs gegaan Ah, hier een zombie. Haha. Ja. Oké. Okay. Wayork, well, kijk al die experience, by the way. <laughs> ik moet echt vaker fixes plaatsen. Zo. Oké. Okay. Alle experience is bijna opgepakt. Dan ga ik nu. Oh ja, yeah. fuck. Oké. Okay. Times at night. Dat gaat niet zo. Dat is zo time. Eh, uh, Midnight. Oké, zo. Dat zal het wel doen, zeker. Dus dan ga ik Survival. Zo, ga ik die nog eventjes neerzetten. En Godsword. Oké, okay, hij krijgt dus damage van mij. Kijk, ja. Yeah. Het is niet one shot one kill. Het duurt even, zeg maar. Maar als ik dit doe, dan is het denk ik wel. Wacht, ik wil een zombie even apart hebben. Hier. hier. Yeah. Jij bent in één keer dood. Yes, yes, yes. Oké, okay, dat werkt dus. Uh, dan kijk ik ook eventjes mijn ex. Oké, okay, wacht Kon ik niet goed zien. Um, yeah. Ben jij in één keer dood? Nee, die is dus niet in één keer dood. Maar het is op zich een X, dus ja. Uh, dan mijn bow. Uh, ik kan niet van dichtbij. Wil... Oh, maar godverdomme. Good wezens. Ik ga dan die gewoon doodschieten. Zo, oké. Okay. Dat is gewoon shot, one kill. Uh, mede door mijn harming potion. En dan trident gooien. Oké, okay, sowieso. Oh, neem die eens even op. Zo. Maar wat zijn ze weer moeilijk aan het doen. Ey, dikke fight. Um, de dia. Oké, okay, het is niet one shot. One kill. Uh, die kan maar voor staan. Oké, okay, wacht, Michael. Iemand apart. Het is niet eens two-shot. One kill. Oké. Okay. Ja, maar het is ook een trident. Het is meer gemaakt voor als het onweert voor een creeper te chargen. Maar ja. Als ik het zo doe, dan zijn ze allemaal veel sneller door het zo. Zo, dat was snel. Oké, okay. um, ik ga nu wel even terug in default. Zo. En uh, ik heb ook ziek veel armor uh, opgepakt en, eh. Uh, Iron. Wajo. Uh, maar uh, dit is dus uh, waar ik de komende dagen. Nee, uh, komende weken. mee ga moeten voldoen op uh, de survival wereld. Uh, ik heb ook uh, natuurlijk een elite -rad, Dat kan ik ook zo meteen eventjes laten zien. Um, uh, in survival. Uh, ik kan het wel aandoen, natuurlijk. Zo. Uh, zo. Survival. Dan kan je zo. Zo. Oh. Als je er goed in bent. Zo. Dan kan je zo lekker vliegen. En um, als ik dus die poort niet heb. Dan kan ik gewoon zo naar binnen vliegen. Gewoon zo. Wee. Zo. Oh. Ja. Niet tegen een paal vliegen. Zo. En. Um, ja, dat is het eigenlijk. Dus, eh, uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Als jullie hem leuk vonden, um, ja. Ja, ik weet niet. Ik zeg dat de laatste tijd wel, maar. Oké, okay, um, tot de volgende video.